Door de uitspraken van Gordon in Casa di Boven voor zijn ex, Gaviro Zario, wilde hij Gordon voor de rechter slepen. Ze hadden namelijk de afspraak om niet meer over elkaar te spreken in de media. Ik heb begrepen dat er een convenant opgesteld is, een overeenkomst waarin gezegd is, we gaan niet tegen elkaar procederen en spreken af dat wij het nooit meer over elkaar hebben. Daar heeft Gordon zich nadrukkelijk niet aan gehouden, al dus heeft Santé goed. eist in eerste instantie 25.000 euro. Maar uiteindelijk hebben zij het achter de schermen kunnen oplossen, waardoor er dus een rechtszaak is vermeden. Heel Nederland kent Coden uiteraard als een zeer aparte nicht, helemaal gezien zijn waslijst aan exen. Waar hij samen met gaven vecht om elke euro, gaat hij niet met al zijn exen even slecht om. Terwijl hij te gast is bij Chateau Meiland Vips, komt zijn relatie met zijn ex Patrick ter sprake. Dat is eigenlijk de liefde van mijn leven, vertelt Coden. Ze wonen zelf samen. Hij woont bij mij. Hij woont aan de linkerkant en ik aan de rechterkant. Ondanks dat de twee bij elkaar wonen, is er geen ruimte meer voor een avontuurtje onder de lakens. Wij hebben een andere band gevonden met elkaar, zonder intimiteit. Patrick is ook de kerel die letterlijk op code dook tijdens zijn pogingen om zichzelf van het leven te beroven. Hij is letterlijk bovenop me gesprongen. Hij heeft me wekenlang in de gaten gehouden, tot het langzaam beter ging. Het heeft me aan de rand van de afgrond gebracht en daar ben ik langzaam een stukje weer een beetje uitgeklommen, zo vertelde Gordon aan boven van Ervendorens bij Casa Dibo